In principe ben ik op de hoogte van het feit dat hij een ongepaste uh, opmerking zou geplaatst hebben. Um, en verder weten wij het zelf ook niet. Ja. En wat was die opmerking? Daar mag ik me nog niet over uitlaten. En dat komt omdat het onderzoek uh, nu door het instituut Sportrechtspraak uh, gedaan wordt. En uh, ik, ja, ik wil niet dat dat onderzoek verstoord wordt. Is het iets seksueels? Uh, nou ja, naar mijn mening niet, en naar de mening van cliënten ook niet. Ja, meneer de wit die voelt zich onheus behandeld. Waarom? Ja. Klopt. Um, wat eigenlijk gebeurd is, is dat hij is, uh, is overvallen in een uh, gesprek met de betreffende melding. Um, en ja, hij heeft eigenlijk in dat gesprek niet het gevoel gekregen dat hij uh, zich voldoende heeft kunnen laten horen. En het besluit was in datzelfde gesprek al genomen. Het besluit dat hij ontslagen werd? Ja, en dat het contract zou worden beëindigd, inderdaad. Um, dus ja, hij heeft gewoon het gevoel dat hij, uh, dat hij zijn kant onvoldoende kenbaar heeft kunnen maken. Hij kon meteen vertrekken. Ja. Maar hij weet zelf wel om welke opmerking het gaat. Dus. Uh, nou ja, dat, dat weet hij eigenlijk niet precies. Het is al ongeveer uh, uh, verteld. Uh, maar precies. kon het voor zal zich wel herinneren. Uh, nee, eigenlijk ook niet. En dat maakte het juist ook zo lastig om op dat moment uh, direct te reageren. Want het was voor hem best wel vaag. En uh, ja, om te reageren op iets vaags uh, waarvan je eigenlijk niet precies weet waar het nou over gaat. Dat is natuurlijk heel lastig. En juist dat heeft er ook voor gezorgd dat hij nu denkt. Ja, ik heb mijn verhaal niet goed kunnen doen. Hij vindt zelf dat het niks seksueels is. Hij heeft een puber te hard aangepakt. Is dat het? Ja, verbaal. Uh, nou ja, niet genoeg haar, zijn haar best, het was een meisje, haar best. Ja, ze, ze, ze hadden een discussie. En dat is eigenlijk uh, het enige waar ik uh, ja, waar ik op dit moment iets over kan zeggen. Ja. Um, ja, nou was het niet de eerste keer dat er een probleem was tussen de atletiekvereniging en meneer De Wit, want hij heeft al eens eerder iemand ongepast, een ongepast voorstel gedaan. Ja, dat ongepast voorstel heb ik ook ergens gelezen. Dat was het niet, het was een ongepaste vraag en dat maakt mij wel wel wat verschil. Vroeg je. Uh, Daar kan ik me ook helaas niet over uitlaten. Als u dat zou uh, wel doen, dan zou het meteen ook helder worden dat het helemaal niet zo uh, groot is, allemaal, toch? Klopt, maar ik wil uh, in het kader van het onderzoek me daar nu niet over uitlaten. En op het moment dat daar uh, meer duidelijkheid over is, dan, uh, uh, ja, dan kan het in ieder geval geen kwaad meer. Maar je zou dan wel denken: een gewaarschuwd mens stelt voor twee, hij zal zich wel een beetje inhouden vervolgens. En dat zijn uw woorden en niet de mijne. Um, nou ja, hij was natuurlijk destijds gewaarschuwd. Maar nogmaals, wat hij uh, uh, op dit moment, waar het om dit, in dit, op dit moment over gaat. is niet iets waarvan hij uh, uh, nou ja, vindt dat er iets ongepast aan is. Uh, dus ja, dan, dan kun je vervolgens natuurlijk in een andere discussie belanden. of dat wel of niet het geval is. Maar ja, voor hem uh, was er absoluut geen kwade intentie. En uh, ja, wordt het uh, door de hele MeToo-discussie eigenlijk nu uh, uh, allemaal wat zwaarder gemaakt dan het is. MeToo gaat wel eigenlijk over seksuele intimidatie, toch? Ja, klopt. Dus dat had er wel iets mee te maken. Nou ja, dat is wat, uh, wat door uh, Eindhoven Atletiek wordt aangegeven, ja. Die noemen het wel seksuele intimidatie? Ze hebben die woorden niet naar mij toe gebruikt, maar uh, dat blijkt wel uit, uh, uh, ja, uit wat ze vervolgens hebben geschreven. Hoe, hoe is meneer de Witteronder? Hij is heel teleurgesteld. Um, ja, hij voelt zich, uh, zoals u net ook al aangaf, onheus uh, behandeld. Hij heeft het gevoel dat zijn kant uh, niet voldoende is gehoord en dat het besluit is genomen, eigenlijk uh, ja, zonder, uh, zonder voldoende wederhoor. En um, uh, ja, hij is daar ook heel erg uh, heel erg van van slag. Ja. Ja, hoe moet het nu verder? Ja, als het goed is, uh, uh, gaat het instituut Sportrechtspraak nu. Uh, bepalen of dat er een onderzoek moet komen, ja of nee. En uh, pas als wij daar ook iets van horen, kunnen we eigenlijk uh, bepalen ja, of, of inschatten wat het, uh, wat het vervolgtraject gaat zijn. Want dat weten we op dit moment niet. Maar u denkt en hoopt misschien dat zij tot de conclusie zullen komen dat er helemaal geen reden is voor een onderzoek? Ja, juridisch gezien kan ik dat nu eigenlijk nog niet beoordelen. Want uh, uh, ja, ik heb geen stuk ontvangen, dus ik weet niet precies wat de melding is uh, die is doorgegeven. Uh, maar als u mij vraagt van goh, wat, uh, wat heeft uw cliënt gezegd? Uh, dan ben ik inderdaad van mening dat daar uh, geen sanctie aan gekoppeld dient te worden. Het is niet zo ongepast dat daar, een, uh, dat daar een rechtsuitspraak voor zou hoeven te komen. Klopt. Is het wel ongepast? Naar mijn mening niet. Nee. Wat is het dan wel? Het wordt ongepast ervaren. Dat is natuurlijk een tweede. Ja. Kijk, ik kan niet. Zou u het kwalificeren? Um, <laughs> um, yeah. ja. Een goede vraag. Ja, geen eigenlijk. Als gewoon een normaal ges gesprek, een normale discussie. Een discussie.